Hoi, ik ben Casper Heij. Welkom op mijn YouTube kanaal en dit is deel 2 van de Q&A sessie. Dus ik ga weer antwoord geven op jullie vragen. Ja, het vorige deel hebben jullie waarschijnlijk gezien of niet. Dan kan je nu eventjes deze video pauze zetten, nieuw venstertje openen, de vorige video gaan kijken. Daarin geef ik al heel veel antwoord op vragen die me hebben, met name over mijn carrière en over hoe ik ooit bij Autoblog begonnen ben, waarom ik weg ben gegaan, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En nu gaan we wat meer hebben, algemeen gewoon over auto's. En daarmee beginnen we gewoon even met mijn eigen auto's. Om te beginnen de vraag van Dennis. Hoe is het met de Peugeot 205 GTI? Zou je daar misschien een keer een video over willen maken? Ja Dennis, dat wil ik. Het is goed met de 205 GTI. Ik heb hem gisteren eventjes gereden. En ook al een paar dingetjes opgenomen. En ik moet nog wat extra beelden opnemen. En ik moet nog even zien ergens dat ik op de een of andere manier wat rijbeeld ervan kan maken. Want dat zou ik ook leuk vinden. Dus dat ik zelf aan het rijden ben en dat iemand anders had even filmt. Dus ik zit nog even met de logistiek. Maar er wordt aan gewerkt en er komt een video over de 205. Ook over de 996 trouwens. Heb ik ook al dingen voor opgenomen, maar daar moet ook nog wat bij. Dus hè, dit video maken, jongen, dat is een proces. Daar ben je best druk mee. Maar gaat dus goed met die auto. En het gaat ook goed met mijn 996. En daar vraagt Kenneth naar. Die vraagt eigenlijk vooral, wat denk je of hoop je dat de opvolger wordt van je 996? Nou, daar heb ik niet direct een heel simpel antwoord op. Want op dit moment bevalt die auto eigenlijk gewoon heel erg goed. Als dagelijkse auto, als dagelijks vervoer. Goede mix voor mij tussen net comfortabel genoeg en lekker sportief. Ik heb er een hoop lol mee, maar ik rijd best wel veel kilometers, dus ik wil niet heel veel meer hardcore dan dat ik nu rijd. Ja, ik zou een 996 GT3 nog wel lusten. Heel veel mensen denken dan misschien, waarom geen 997 of whatever. Ja, leuk, maar veel duurder en niet per se leuker, want grotere auto's, wat zwaarder, ook wat meer elektronica. En ik vind, ik hou van analoge dingen. Ik ben wat dat betreft misschien een beetje een oude man in het lichaam van een jonge god. Of een oude man in het lichaam van een wat oudere god. Maar goed, ik vind dat gewoon leuk. Ik vind auto's gewoon een stuur met wielen en niet te veel tierenlantijntjes vind ik gewoon heel erg leuk. En die 996 is dan net weer comfortabel genoeg. Er zit gewoon airco in en gewoon een multimedia systeem. Mijn telefoon werkt gewoon prima, dus ik kan er ook gewoon prima mijn kilometers mee maken. En ik maak best veel kilometers. Want ik rijd er in een jaar toch al snel. Ik heb die 996 in november gekocht. Toen had ik nog 3-4 maanden ook nog de duurtester van Autoblog daarnaast, dus waar ik heel veel kilometers mee reed. En desondanks heb ik nu, het is nu 1 oktober, heb ik dik 20.000 kilometer met de 996 gereden. Dus hij wordt wel gebruikt, zeg maar. En dan was het ook nog COVID en zo, hè? Dus ik heb zo min mogelijk reisbewegingen gemaakt en dat soort dingen, ja. Dus ik wil een goede mix tussen comfort en lol en een beetje retro gevoel. En dat is voor mij eigenlijk die 996 nu. Dus ik hoop eigenlijk niet echt dat er een opvolger komt. Als er iets anders zou moeten komen als vervanging, zeg maar, dus ook als dagelijkse auto, dan ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik denk een dikke hot hatch of zo. Maar ik zou de 996 er niet op inruilen. Ja, misschien een Megane RS of een dikke Clio RS. Dus, Peugeot 308 GTI. Ik weet niet of die zijn die al een beetje goedkoper aan het worden. Dat vond ik wel echt. Die heb ik toen als duurtester gehad. Vond ik echt een hele fijne auto. Ja, zeg het maar. Leon Cupra. Ook leuk. Zoiets zou het dan denk ik worden. Zeg maar, goede mix tussen sportiviteit, dagelijkse bruikbaarheid en ook gewoon modern genoeg dat je gewoon lekker met je telefoon en weet ik wat allemaal, dat het allemaal gewoon goed werkt. Nou, dat dus. Ik hoop dat ik je vraag beantwoord heb, Kenneth. En zo niet, sorry. Niks aan te doen. Dan gaan we naar wat meer algemene vragen over auto's. Mensen willen graag mijn mening over bepaalde dingen. Oh, een standvraag nog. Dat is wel een leuke. Wat was je eerste auto? Mijn eerste auto, mijn eerste echte eigen auto. 150 gulden, denk ik nog net. Misschien euro. In ieder geval niet heel veel geld. Een Mitsubishi Colt 1.2 in beige. En dat was een prima kleur om te verhullen dat er heel veel roest aan zat. Met een drietrapsautomaat. En dat was eigenlijk vooral omdat ik een auto wilde, mijn eerste eigen auto wilde. En dat was het goedkoopste wat ik op dat moment kon vinden en wat ook een beetje oké was. En mijn aangetrouwde neef, die had zelf ook een paar van die type Mitsubishi Colts. We hebben het dan over het type van jaren 80. Het was letterlijk een auto uit mijn geboortejaar, 1982. Ja, ik kocht die auto en hebben we toen bij hem ergens in de schuur gezet. En daar zijn we een beetje mee aan het klooien geweest en toen was hij weer goed. Een jaar APK erop. Daar heb ik een jaar lol van gehad. Dat is ook de auto waarmee ik de grootste snelheidssensatie ooit heb beleefd. 143 km per uur in een drietrapsautomaat is
spannend, jongen, op zulke smalle wieltjes en in een auto van Kruik. Dus dat was mijn eerste auto. En gelukkig heb ik daarna een beetje kunnen upgraden en rijd ik nu een 205 GT en een Porsche 996. En heeft mijn vrouw nog een Fiat Bravo, zo'n sportuitvoeringtje. Waarmee we veel, ook dagelijks kilometers en boodschapjes en zo doen. Dus dat was mijn eerste auto. Een heuse Mitsubishi Colt uit 1982. Wat is mijn favoriete cabrio aller tijden? Roberto vraagt dat. Vind ik moeilijk, Roberto. Telt de Carrera GT? Kan wel het dak af. Kan wel open rijden. Dat is denk ik wel... Ja, als ik nu... Het nieuw zijn er bijna geen toffe cabrio's meer. Het enige wat ik er wel bij heb met cabrio's... is dat het eigenlijk wat meer voor cruisen is... en niet zozeer voor keihard vlammen. Ik denk toch... Ik reken gewoon de Carrera GT goed. Ja. Als ik zo nog iets anders bedenk, kom ik erop terug, Roberto. Jent Borgstein vraagt, wat is je top 3 hot hatches? Zo, dat is moeilijk. Ik denk, als je echt puur het gevoel van een hot hatch wil ervaren, dan moet je naar de vroege hot hatches. Dus kom je uit bij Golf 1 GTI, Peugeot 205 GTI. Dan mogen jullie raden waar ik voor kies. Peugeot 205 GTI moet absoluut in de top 3. 1.9 is leuk, maar de 1.6 heeft kortere bakverhoudingen en is gewoon een leukere auto om mee over dijkweggetjes te vlammen. Is mijn ongecensureerde mening en iedereen met een 1.9 mag hieronder nu reageren dat ik geen gelijk heb. Wat er ook in moet is Clio RS. Nee, streep dat weg. De Clio Williams. En wat wordt dan de derde voor mijn top 3 hot hatches? Moet ik daar dan iets moderners in stoppen? Megane RS van de vorige generatie. Dat is eventjes uit mijn hoofd. Megane 1, 2, 3. Ja, volgens mij een derde generatie Megane. Megane 3 RS. Supergoeie auto. Zeker met spare. En auto die je leuk kan modificeren ook. Dus, dat is echt een topding. Dus ik denk dat het top 3 is. Maar vraag hem morgen misschien weer 3 andere auto's. Zo is het altijd met dit soort lijstjes. Madeleine vraagt, wat voor auto zou ik kopen als ik niet aan een budget gebonden was? Als ik een auto zou mogen kopen waarbij budget geen enkel issue was, dan werd dat waarschijnlijk... Ik denk dat ik niet kan kiezen. Carrera GT. Ja, Carrera GT. Ferrari F40. Pagani zonder. Ferrari F40. Zoek het lekker. Zoiets. Gewoon echt een supercar uit mijn jeugd, waar ik heel erg blij van werd. Ik ben een groot Porsche-fan, dat weten jullie, maar uit die tijd Ferrari F40. Goed, ik heb genoeg gebazeld over wat ik zou kopen. Carrera GT dus. Pagani Zonda. Ferrari F40. Bart Klep vraagt, wat vind je van de Toyota 1000? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nooit mee gereden, Bart. En ik moest eventjes googlen of het was wat ik dacht dat het was. Dat was wel zo. Een redelijk compact klein hatchbackje. Leuk ding. Ik vind dat wel tof. Ik denk dat soort generatie auto's met name heel erg leuk is. Zou ik nu graag willen hebben als rallyautootje bijvoorbeeld. Dat lijkt me echt lachen. Zoiets. Ik vind het een tof ding. Ik heb er nog nooit mee gereden. Dus als het een soort van kapt aanbod is om dat uit te zoeken. Omdat jij er toevallig geen hebt, Bart. Dan meld je even. Want misschien kunnen we wat leuks maken samen. Remco die vraagt, beste 3 auto wagenpark voor 100.000 euro. Moeilijk. Ik zeg Porsche 996 GT3. Zou je denk ik voor 50.000, 60.000 euro moeten kunnen scoren. Dan een Clio'tje 2 RS erbij, die je helemaal kaal trekt en een rolkooi erin. Dat moet volgens mij voor een eurotje 5.000, 6.000 heel prima te regelen zijn. Als een soort aftraphok. En dan hebben we nog, zeg even in het minst gunstige geval 35 over. Dan zou ik gaan voor een jong gebruikte Peugeot 308 GTI of Hyundai i30N als een soort van dagelijkse auto. Hyundai i30N, misschien is die wel te vinden voor dat geld. Zoiets. En vraag het morgen en dan is het weer totaal wat anders. Want ook dit soort lijstjes lenen zich heel goed voor 100.000 verschillende meningen. Dan hebben we Joël die vraagt, wat is een goede betaalbare klassieker als investering? Dat is een goede vraag. En ik denk dat je daarbij niet zozeer moet aantrekken van wat ik daarvan vind. Ik denk dat je vooral moet bedenken wat je wil. Wil je die auto wegzetten? Ja, dan moet je kijken naar iets met lage kilometers. En iets wat zeldzaam is, zo zeldzaam mogelijk binnen jouw budget. Maar ik denk
dat de meeste mensen die een betaalbare klassieker kopen, dat niet per se doen om te conserveren, maar dat ze er ook af en toe mee willen rijden. En dan moet je vooral iets kopen waar je zelf heel veel plezier aan beleeft. Als het dan ook een investering moet zijn, ook nog, dan moet je iets zoeken wat laag in zijn kilometer zit, maar wat ook weer niet zodanig laag staat dat je er niet mee kan rijden, want dan heb je die lol niet. Probeer iets te vinden wat niet in grote oplagen gebouwd is, waar er misschien maar een paar honderd of een paar duizend van zijn. Een Clio'tje Williams bijvoorbeeld, maar die zijn al best wel prijzig eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ja, een Porsche 996 is op dit moment een soort van betaalbaar is de goedkoopste 911 op dit moment. En zal potentieel ook alleen maar in waarde stijgen. Misschien ook niet. Gaat niemand je sowieso garanties opgeven, maar dat zou wel interessant kunnen zijn. Ja, probeer dan ook. Probeer er eentje te vinden, het liefst in een wat zeldzamer kleur. Zwart-grijs komt heel veel voor, dus probeer dan bijvoorbeeld een blauwe of een rode op de kop te tikken. Die zullen zeker op termijn wat meer geld waard zijn. En uiteraard laag in de kilometers, aantoonbare historie, dat soort werk allemaal. Ja, probeer eens te vinden in een goede staat, zeldzaam, fors mogelijk pegels. Dan vraagt Jules, of Jules, ik weet niet hoe ik je naam moet uitspreken, sorry daarvoor. Een M5 E60, maken of kraken? Dat hangt er helemaal van af. Hoe je hem wil gaan gebruiken en wat voor budget je hebt om te shoppen en wat voor budget je hebt om hem rijden te houden. Het zijn niet de meest betrouwbare auto's. Het zijn dure auto's om rijden te houden en ja... Lastig, echt lastig. Ik vind het wel toffe dingen en ik zou er waarschijnlijk gewoon met open ogen instinken en er veel te veel geld aan uitgeven om hem te kopen en om rijden te houden. Maar die V10 klinkt zo zalig dat je meteen vergeet dat het niet het allerknapste interieur is en ja, dat er enorme rekeningen van je garage aan zitten te komen. Maar goed, wel heel gaaf. Dan een film van @997SLMR. Die vond ik een van de leukste vragen die ertussen zat trouwens. Als je een week in een autofabriek mocht werken, welke en in welke functie? Laat ik zo zeggen. Als ik een week in een autofabriek mocht werken, dan is de drang om dat bij Porsche te doen vrij groot. Omdat ik dat een heel gaaf merk vind en omdat ik er zelf een heb. En omdat ik er wel graag van dichterbij wat aan zou willen doen. Dus dan waarschijnlijk Porsche. En welke functie? Nou, doe dan maar die van testcoureur. Dat zou ik wel heel tof vinden. Als je meer bedoelt echt in een fabriek, dan zou ik misschien niet per se bij Porsche willen werken, maar bijvoorbeeld bij een bedrijf wat nog wat meer met de hand echt dingen bouwt. Porsche is natuurlijk heel veel robots en dat soort werk. Dan zou ik bijvoorbeeld bij een bedrijfje als Morgan of Caterham, Donkervoort, dat soort bedrijven. Zou ik best wel eens een keer een week willen werken, maar dan echt... Nou ja, als monteur of dat je een motor in elkaar mag zetten, dat soort werk. Dat zou ik dan wel even eerst moeten leren, zeg maar, want ik kan daar helemaal niks van. Maar het lijkt me wel heel tof om zelf dingen te creëren echt en om dat allemaal zelf in elkaar te schroeven. Of als plaatwerker. Ik weet niet waarom, maar ik heb altijd nog wel, ik zou wel een keertje wat meer willen leren van het werken met staal en lassen en dat soort werk. Maar goed, dus dan kom je wat meer bij die merken die wat meer hands-on werken nog. En niet zozeer in de grote merken met robots in de fabriek. Riek die vraagt wanneer ik weer een Lego Technic story of video ga doen. Dat is een goede vraag. Ik heb al een tijdje geen grote Lego dozen gekocht. Misschien wel leuk om weer een keertje te doen. Ik heb voor de mensen die niet weten waar Riek het over heeft. Ik heb ooit een keertje op mijn Instagram in mijn stories. Staat nog bij mijn highlights. Dus je kan terugkijken. Ben ik de bouw van een aantal Lego auto's gaan bijhouden. Een Caterham en een Porsche 911 GT3 RS. Die stories heb ik opgeslagen. Een soort van verhaaltje van gemaakt. Als highlight op mijn Instagram pagina staan. En dat vond ik heel leuk om te doen. Ik ben gek op Lego bouwen. Dat is een beetje het leukste wat ik kan bedenken. Ik word niet gesponsord door Lego. Als ze dat willen. Hey, ik ben je man. En ik maak echt een hele mooie video van hoe ik de volgende... Die Lamborghini Sian of de Bugatti Chiron. Dat wil ik nog steeds wel een keertje bouwen eigenlijk. Dus als er iemand van Lego kijkt, sponsor mij. Wordt je waarschijnlijk 100.000 keer per dag gevraagd. Maakt me niet uit. Ik zou dat best wel weer willen doen, Riek. Maar dan moet ik eerst even Lego hebben. Dus
Ja, en wel een beetje een grote doos, anders is er niet zoveel verhaal van te maken. Dus wie weet, weer na de kerst of zo, als ik weer misschien krijg ik wel van Sinterklaas een nieuwe doos Lego. We gaan het zien. En dan maak ik daar met liefde weer een Instagram verhaal of een video van. En nou ja, nogmaals, als Lego me wil sponsoren, stuur maar op. Wing die vraagt nog, welke merk tweewieler is voor jou de Porsche onder de motoren? Dat vind ik een moeilijke vraag, hè? Ik heb niet zo heel veel met motoren in de zin van dat ik heb er sowieso geen verstand van. Ik weet wel wat ik tof vind in die zin van dat het er cool uitziet of zo. Maar dat zou ik niet eens types kunnen noemen. Ja, weet je, de merken die er voor mij eigenlijk dan toch meteen een beetje uitspringen als het over motoren gaat, is toch wel een beetje Ducati, Porsche, of Ducati en BMW. Dan vind ik bijvoorbeeld BMW, die hebben een beetje die café racer-achtige stijl. Dat hebben ze wel een heel tof ding. Vind ik wel gaaf. Dus dat is wel een beetje, dat kan ik wel een beetje matchen met Porsche of zo. Ja, qua heritage zou je dan misschien weer eerder naar Harley Davidson neigen. Maar dat is dan wel, ja, dat is wel weer echt een totaal ander stijl motor. En ook niet per se wat ik bij mezelf dan zou vinden passen als ik al een motor zou rijden. Maar ik rijd helemaal geen motor. Ik denk BMW of Ducati. Ducati ook wel vet. Maar Ducati is natuurlijk eigenlijk meer een soort van het Ferrari van motoren, toch? Misschien mis ik ook wel hele toffe merken. Die jullie wel kennen, want ik weet niet zoveel van motoren. Ik zou me er best wel meer in willen verdiepen, maar ja, voor een volgende keer misschien. Misschien zeggen jullie meteen, Porsche bij auto's, dan moet je dit merk bij motoren hebben. Drop het dan even in de comments, dan leer ik ook nog weer wat van jullie. Dat zou leuk zijn. Dan hebben we nog Bas, of Baste, of Bastel, @Bastelnekes. Wanneer komt het vervolg op de meeting bij Saab? Ja. Dat is even lastig op dit moment. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik vind het lastig op dit moment om dat soort dingen te organiseren. Hetzelfde geldt voor de fotoworkshop. Kreeg ik ook vragen over. Wanneer is er weer een fotoworkshop? Ik wilde er op vrij korte termijn weer een organiseren. Maar met de aangescherpte regels rond COVID van eerder deze week. Ja, vind ik dat toch een beetje moeilijk. Dus schuif ik dat wat verder weg. Ja, we gaan het zien. Zodra het weer een beetje verantwoord is om evenementjes te organiseren. Dan zal ik dat met heel veel liefde gaan doen. Want ik vind zowel de fotoworkshop als het organiseren van een meeting of een rally. Dat soort werk, dat vind ik echt heel erg leuk. En ik vind het heel leuk om liefhebbers van auto's bij elkaar te brengen. En die avond hier bij Saab Apeldoorn was echt fantastisch. En ik heb me daar enorm vermaakt. Gewoon door al die autogekken die zich verzamelden. En dat we met z'n allen daarover hebben kunnen ouwehoeren. Dus ja, ik hoop echt snel weer. Ik hoop het echt. Puur Porsche treffen bijvoorbeeld ook. Er staat ook een video van op mijn YouTube kanaal. Maar dat vond ik ook echt heel tof. Gewoon om weer mensen te spreken die met auto's bezig zijn. Maar ik voorzie toch dat voor de nabije toekomst het vrij lastig wordt om dat soort dingen enigszins verantwoord te doen. Als ik een manier kan bedenken waarop het wel kan, dan ga ik het doen. En als je daarin mee wilt denken of ideeën hebt, laat het me weten. Want misschien kunnen we wat bedenken. Ik ga afsluiten met de vraag van Martijn. Martijn Gizmo van Autoblog, cameraman. Die vraagt wanneer mijn nieuwe album uitkomt. Ik heb geen idee waar die vraag vandaan komt. Ik heb ooit op muzikaal vlak wat dingen geëxperimenteerd. Samen met Martijn. En dat kwam toen in de Mitsubishi ASX video terecht. Ja, de ASX volgens mij. Van Autoblog. Zoek hem maar terug als je jezelf wilt pijnigen. Maar dat is mijn zangcarrière een beetje. Oh ja, en met Tesla Martijn hebben we natuurlijk ook nog karaoke gedaan samen. Dus ik snap wel, ik vind het mooi dat je mijn talent erkent. Ik vind het mooi dat je waardering hebt voor dat wat ik doe. En een heel album vind ik wel een opgave. En ik ben nu ook druk bezig met andere dingen. En jij weet hoe moeilijk het is om video te maken. Dus ik denk dat ik me daar voorlopig even op focus. Maar mocht er nou heel veel meer vraag komen over video, dan, over zingen, dan gaan we ga ik dat oppakken. Daar ga ik hem mee afsluiten. Ik zie ook dat mijn vrouw belt, dus ik moet stoppen, jongens, voor deze keer. Later, doei. Ja, ik zou het best wel willen.